tweepersoonsversie, de UTI-versie. Zo noemden de Russen hun trainers. Dus de MiG-5, de UTI. Mooi kistje en bed, waar de truc zat waarom hij nou zelf wel beter was in dat luchtgevecht in het begin. En dat ziet u hier nu op de grote schermen heel goed en in de lucht ook. Hij had een pijlvleugel. En omdat die MiG deze vleugels had en een behoorlijk sterke motor, een westerse motor dus, daardoor was hij zo'n enorme vijand van de Amerikaanse jagers, propellerjagers op dat moment en de straaljagers ook. Ja, hij is goed te herkennen dus aan die planform, aan die pijlvleugel. Wat wel grappig om te zien, u zag net ook een beetje van die rookstrepen aan de vleugel uiteinde. Dat zullen we bij airshows vooral veel zien. Dat is eigenlijk condens. Wat u ziet, ja, mooi is dat die strepen. Geef een beetje lekker snel. Leuk voor de fotografen, de wolken trouwens ook. Fijn voor de fotografen, de spotters onder u. En je ziet dat vaak als er dus wat meer geen getrokken wordt. Je moet wel achter elkaar zitten, hè. Je moet er wel voor zorgen dat je achter de vijand zit, want anders heeft het geen zin. Tegenwoordig heb je raketten waar je gewoon tegen zegt, wordt ons geschoten en dan gaat het hele spul vliegen. Kijk eens aan een prachtig vleugelvormpje, meneer Mikoyan en meneer Gurevich daaraan verbonden, want dat is Mikoyan Igorevich. Maar toen kwam de Sabre, dus de F-86 van North American. Toen werden ze weer nerveus in Rusland. Want ja, daar kregen ze niet goed voor elkaar om die te bestrijden. Maar daarna kwamen ze, nooit voor een probleempje gevangen, dames en heren, kwamen ze met de MiG-17, die dan weer wat sterker was. Toen de MiG-19 en zo is het maar door blijven gaan. Want zoals Jan net al beschreef, toen barstte de Koude Oorlog in volle sterkte los en was het echt. Kijk, daar zag u die kleine luchtdrukgebiedjes aan de vleugeltips ontstaan. En dat betekent dat, daar gaat hij echt zien. Dat betekent dat nu de vlieger veel G-krachten trekt, hard. En u ziet wat een klein cirkeltje dit maar is. Polen tot 1993 hebben ze gevlogen met deze vliegtuigen. En je moet je echt voorstellen, eigenlijk zit in het vliegtuig kan zien, de hele tactische situatie kan bekijken in het vliegtuig, terwijl men vliegt. En hier was het gewoon nog, kijk, kun jij een mooie rol maken? En dat is die rol ook echt maken, niet alleen maar een stick in voet en je verder overal vanaf blijven. Nee, je moest precies dat zo doen zoals je dat in het kunstvliegen geleerd had. En zwaarder tot dingen die wij nooit verwacht hadden. De MiG-15 van de Adelaar Stichting uit Polen, die nog drie van die MiG's aan het repareren zijn en weer vliegend krijgen zijn. En wat, wat, uh